lang in beeld weg. We hebben wel mooi beeld zo. Ja, krijg beeld. En de paarden gaan de laatste bocht in. En bij het indraaien van de laatste bocht is het aan de binnenzijde en dit is Argentina. Aan de buitenzijde Vis di Galura. Die heeft een lengtevoorsprong en wordt onmiddellijk op de huid gezeten door Viodea. Viodea van de laatste plaats in het eerste stadium in de koers nu naar de leiding. Viodea met Simbos heeft driekwart lengtevoorsprong genomen op Vis di Galura en Gijs Snijders. En zo komen we in de laatste rechte lijn en hebben we nog 600 meter af te leggen in de Dark Polonaise prijs. Met aan de buitenzijde Viodea. Daartussendoor komt nu ook Zalabia naar voren. En Zalabia trekt vooralsnog aan het langste eind. Maar heeft dan het commando genomen voor Viodea. Daar komt aan de buitenkant Enoa Almini. Ook die heeft nog op de laatste plaats gelegen en heeft dus heel wat terreinwinst geboekt. Lundela Picard in vierde stelling. Maar duidelijke afstanden tussen de paarden. Zalabia is de leider. Zalabia die zal de overwinning gaan claimen. Heel gemakkelijk met Sarah Vermeers. Zalabia voor de tweede plaats is het close. Aan de binnenkant Viodea. Aan de buitenzijde was het Enoa Almini. En op de vierde plaats Lundela Picard.